actrice Maria Kooistra die stuurde mij een berichtje en die zei: help, als ik lach dan krult mijn bovenlip naar binnen. Dus ze stoorde zich aan haar dunne bovenlip. Nou is het volgens mij zo dat deze behandeling niet alleen bij Maria heel geliefd is, maar in het algemeen is die best populair, toch? De lippen als behandeling is zeker de laatste jaren heel erg toegenomen. En ook wel voor een specifieke doelgroep, toch vooral vrouwen. En ook eigenlijk wel hele jonge vrouwen. Van 20 tot 30 is toch wel de grootste vraag naar het opvullen van de lippen. Ik vind het soms echt ultiem leuk. Omdat het dan zo ja, op gaat staan en dat randje en dik en... Lippen zijn gewoon heel erg moeilijk om natuurlijk te maken. En dat komt omdat er heel veel factoren zijn waar je als arts rekening mee moet houden om te voorkomen dat je een onnatuurlijk resultaat krijgt. Wat moet je doen? Ik zorg ervoor dat de verhouding boven onderlip hetzelfde is. Blijft als die verhouding goed is en die is bij jou goed. Ik kijk naar het liprandje, dat ik daar niet te veel in doe. Maar mag ik iets vragen? Waar zijn wel zoveel vrouwen die zo'n gigantische snavel krijgen van zo'n behandeling? Wat is daar het verhaal achter? Dat is vaak het liprandje, zeg maar. Een beetje de Donald Duck effect, zoals wij dat noemen. Dat is als je te veel in het liprandje doet, dus de overgang tussen lippen rood en je huid, dan kan het een beetje op gaan staan en het ziet er onnatuurlijk uit. Dus als we daar al wat bij jou in doen, dan is dat een heel klein beetje. En die artsen doen er dan iets te veel in, waardoor je dat effect hebt. Maar hoef je niet bang voor te zijn. Er is ook nog een ander iets waar je rekening mee moet houden. Dat is het middel waarmee je de lippen opvult. Dat mag niet te dik zijn, niet te stevig zijn, want dan krijg je dat het toch zichtbaar is. Dat het niet fijn en soepel aanvoelt. Hey, en smaken verschillen. Er zijn ook mensen die gewoon het heel mooi vinden om hele dikke lippen te hebben waarbij je het ook ziet. Daar moet je rekening mee houden als arts. Dat je niet tuurlijk kun je jouw advies geven en kun je zeggen wat jij mooi vindt. Maar dat is geen gouden standaard. Dus je zult je af en toe toch ook in de persoon moeten verplaatsen en iets doen waar jij van denkt van... Kiele. Maar daar zijn grenzen aan. Ik ga niet iets doen waar ik echt niet achter sta. De lip is een gevoelige behandeling. Zei hij subtiel gevoelig, ja. Maar gelukkig zijn de lippen ook een gebiedje wat je goed kan verdoven met Emla-creme. Ja. Jij doet het met Emla, hè? Ja, eigenlijk altijd. Ik deed vroeger altijd blokverdovingen, zeg maar met prikjes. Ja. Het probleem daarvan is dat je toch niet vaak een gehele verdoving krijgt. Het duurt soms 2-3 uur voordat dat weer is uitgewerkt. En eigenlijk, ik vind Emla-creme makkelijker werken. Dus wij gebruiken altijd Emla-creme. Moeten de mensen wel iets eerder komen. Vroeger deed ik vaak een halve spuit of een hele spuit. Ik adviseer nou toch meestal wel een hele spuit. 1 milliliter is dat, hè? Ja, ook wat ik even eerder in het filmpje zei. Hè, je moet dus vaak toch de onder- en de bovenlip opvullen. Ja. En dan heb je toch wel een hele spuit nodig. En dan zit je aan €450. Is dit het eindresultaat? Of wat kan ik verwachten? Wat gaat er gebeuren? Goeie vraag. We hebben net wat filler geïnjecteerd in je lip. Maar dat doen we met een klein naaltje. En de injectie van het naaltje geeft ook wat zwelling. Dus wat je nu ziet, is ietsje meer dan het uiteindelijk wordt. Maar ik doe liever iets te weinig erin. En dat je nog een klein beetje bijkomt, langskomt omdat we er wat bij injecteren. Dan dat we te veel doen. Heb jij je lip gedaan? Dat willen we natuurlijk allemaal weten. Of ik mijn lip heb gedaan? Ja. Ik heb mijn lippen niet gedaan. Nee. Misschien bijvoorbeeld... In de volgende video kom je met zulke dikke lippen aan. Wie weet. Ik heb ze ook niet gedaan. Super bedankt voor het kijken en wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!